Dit is Poets, de avonturen van een verborgen camera. Het programma waarin u de hoofdrol speelt. Een meneer gaat een hoed kopen in de uitverkoop. Hij vindt er een die hem past en laat aan de binnenkant zijn initialen plaatsen. Vanaf dat moment begint de ellende. De verkoper verwisselt met opzet de hoeden, groot en klein, door elkaar heen. Dat is wel heel veel, hè? Hij zit er straks. En dan kunnen ze ook wel eens wachten even. Wacht even. Moet het even zo zijn. Dat kan natuurlijk ook schelen. Nee, maar hij zegt gewoon om een hoek. Nee. Staat hij niet goed? Nee. Wacht even. Ik wil er geen vogelverschrikking van hebben, toch? Nee, maar... Hij is even straks. Eerlijk. Oh, nou ziet hij geel. Kan dat nou zijn? Het is die veelste geel. Zeg maar. Nou, wat denk ik even? Ja, wacht even. Dat is wel te erg. Ja, is te veel. Ja, nou zit het niet. Nee, het had me niet opgestoomd. Ja, wacht even hoor, dan kan je natuurlijk ook nog zo draaien. Ik heb meer het Zuidwester idee, hè? Zo. Ja, ik zie hem al lopen zo. Nou, is het te groot. Is het te groot? Kijk eens even. En net was het te klein. Ja. Nee, nou gaat hij over mijn oren heen, zie je wel? Oh, wat een gezicht is dat. Nou. Ja, maar zo wordt. Ik dacht hij gaat pissen, man. Nou, het is echt een vijfjes, goedje. Ja. Zo, hoe zit hij nou zo? Nou, lekkerder? Ja, hij zit wel, hij zit hier nou wel vast, maar hier heb je die grote openingen nou, hè. Nou, dat komt daar ook wel goed, joh. Ja, maar daar kan natuurlijk iets bij veel met een krant of zo, hè. Kijk, als je weet je wat je ook kan doen? Nee. Kijk, als je nou, kijk, mevrouw, dan moet u, als u, meneer nou zo in de stoel zit, ja. Zo in de stoel even laat zitten, en als u hier nou wat water in gooit, kijk, dan krimpt u natuurlijk precies naar het hoofd. Ja. Ja, begrijp je? En dan moet u hem een uurtje even ophouden zo. Het kan natuurlijk ook zijn, je komt natuurlijk van buiten naar binnen, dat je hoofd dus iets in... Ja, dat werkt niet. Nee, maar het krimpt wel. Het kan wel eens iets krimpen, hè? Ja, net zat hij lekker, hè? Net zat hij beter. Ja. Kijk, nou zat het iets. Ja, hij is er aan. En beweeg nou zo. Niet. En iets meer met je hoofd naar achter. Ja. Kijk maar zo. Hoe zit hij nou zo? Nou, zo zit hij wel beter. Zo valt hij beter, geloof ik. Ja. Ja. Ja, zo kan hij iets beter staan. Ja. En zo voelt hij ook stevig aan. Beweeg je nou nog eens? Nou blijft hij wel vastzitten. Nou blijft hij vastzitten. Nou, ik kan hem ook zo. Ja. Nou, dan maken we deze toch netjes in orde zo. Even kijken hoor. Man. Ja, maar één kurkje erin, dan ligt het natuurlijk alweer wat. Hoe rekt hij hem uit, dat ik vraag? Kijk. Pasje, zit hij nou wat meer klem zo of niet? Ja, voor en achter. Zo zit hij. He? Opzij niet. Opzij niet. Ja, maar als ik hem nou zo zet, hoe zit hij nou zo? Zit hij nou wat meer klem of niet? Nee. Hij rolt dan nog een keer. Nou zal ik hem eventjes met een klein kurkje nog eens even kijken, want ik heb hier wel een kurkje. Eens even kijken, als dat nou niet scheelt. Maar hoe rolt u hem dan op? Oh, haalt u dat eruit? Rol je hem uit of zo? Nee, het is namelijk zo, ik hou eerst die hoed even boven de stoom en dan zet ik hem even op trekblok. Kijk, en dan kan het natuurlijk wel eens iets te veel zijn, hè? Ja, deze nog wel aardig. Ja, nog hoor. Nog. Nog iets te veel? Ja. Maar hij komt op mijn oren. Ja, nou kan je hem ook zo dragen, hè? Wacht even hoor. Ja, dan zit hij wat... toch wat steviger nog, volgens mij. Kijk, daar heb je minder last van. Maar zo dan. Je zit met mijn alle kant op, maar die kant op. Nee, maar ik vraag me alleen maar af, zit hij nou klem? Nee, eerlijk. Nou, nee. Niet als dat ik dacht. Want hij zat voordat u wat eraan gedaan had, zat hij beter als dat hij nu zit. Maar zat hij beter? Zit, ja, want hij zit hier zo. Dan gaan mijn handen zo bij in. Vreemd is dat zeg. Hè? Dus ik bedoel maar... Hou je nou de handen zo nog eens even kijken. De andere kant ook. Ja, dat is... Ja. Ja.
Heb je nou het gevoel dat het je afwaait? Ja, zonder meer. Ja, maar misschien met die rand naar beneden. Dat heb ik even niet antwoord. Ja, maar zo zit het toch helemaal niet gek. Nee, maar voor mijn idee te hoog op. Ik moet... Ja, maar zo worden ze toch wel gedragen hoor, die hoeden. Ja, ja, nee, dat is nou geen... Ja, dat is best mogelijk, maar ik niet. Nee, nee, nee. Dat geeft mij dus geen gevoel... Ik vind dit dan... Ja, maar het is een wat kleiner model hoor. Daar moet je dus wel rekening mee houden. Jawel. Het kan best zijn dat het kleiner is. Maar ik vind hem dus... Want ik vind hem dus echt nou niet gek zitten hoor. Nee, hè? Het lijkt me dus dat hij wat steviger op het hoofd staat zo. Nee, 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 nee. Ja, ik vind het niet goed zo. Wat? Goed. Want hij zo staat. Nee, nee. Zo. Nee, nee. Nee, is dat nee, toch, nee. Toch de... Nee. En banketzaak in Amsterdam speelt een van onze medewerkers voor banketbakker. Als lokkertje heeft deze zaak in de reclame 4 moorkoppen voor een gulden. Wat de argeloze klanten dan nog niet weten is dat deze moorkoppen in de zaak ter plaatse nog moeten worden afgewerkt door een zogenaamde poetsbanketbakker. Slagroom wel. Beetje extra slagroom. Komt u er even? Nou, komt u er even bij. Kunnen jullie even zien hoe het gaat, hè? Hoe je het altijd in de bakkerij doet. Want deze zijn speciale aanbiedingen. Zoals u ziet, hè? 4 voor 0. Zo, iets meer? Meer erop? Vindt u het zo wel genoeg? Nou. Ik altijd zo lekker fris met de woed. Nou, weet je wat het is? Dit is slagroom van gisteren. Maar het is nog net goed, gelukkig. Dus ze kunnen vandaag net in de aanbieding gooien. Nou, het is de tijd van de uitverkoop, hè? Nee, maar dat is vrouwenspul natuurlijk zo, hè? Doe maar, hoor. Nee, maar hoe kom? Nee, je doet maar, geef niks op. Wat vindt u hiervan? Ja, wat vindt u hiervan? Leuk. Ja, maar het is... niks. Nee, maar ik ben in aanvraag vandaag voor het eerst. Ik wil het natuurlijk zo goed mogelijk doen. Oh ja, nou, doe maar. Het zal wel goed zijn. Hè? Nou, we moeten een beetje zeggen hoe jullie doen. Nou, weet je wat? Je doet het nou maar gewoon wat op. En dan zien ze, dan kijken ze toch niet naar zijn ze zien ze alsjeblieft. Ik ben pas in de banketbakkerschool even wat laten zien. Ik heb die smartjes vergeten. Wat heb je meer gezegd? Die stond daar. Ja, hier is hij. Beetje veel slagroom, hè? Ja, maar dat vind ik vies. Dat zegt u me wel. Dat ik dit vies vind. Nou, dat doen we altijd zo. Ja, met slagroom maar, hè? Maar waar is het dan? Wat zegt u? Wij willen het weer. Ja, zo is het. Alle vier. Alle vier maar even, mevrouw. Alle vier maar even. Ik heb geen idee, mevrouw. Ja, wil je ze? Mag je wel kijken? Hier is je steen. Jij geeft me op. Je moet toch één keer zien. Ja, ja. Oh, maar dat weet ik wel. We zijn niet zo vies uitgevallen. Ik ben nou net van de banketbakkerschool, hè? Beetje rond zo? Ja, dat is goed. Oké. Zoiets dacht u, hè? Zoiets, hè? Leert u dat zo op de banketbakkerschool? Beetje meer slagroom, misschien? Leert u dat zo op de banketbakkerschool? Beetje meer slagroom, hè? Doe. Zegt u dat nou, hè? Beetje meer slagroom, hè? Gewoon zo? Gesneden, hè? Leert u dat zo op de banketbakkerschool? Nou, weet u... Het is wel afschuwelijk hoor, ik ben er ook niet mee eens, want ik hou wel van die slagroom. Ik vind het afschuwelijk. Ik heb zo'n idee dat dit een FOP-uitzending is, hè? Zoiets van ja, poets. Ja, natuurlijk. Ik dacht bij mezelf, ik gooi ze weg als ik thuis kom. Zomaar ergens in Nederland hebben wij een grenspost gemaakt met deze twee namaak douanebeambten. Merkwaardig genoeg blijkt dat deze post nauwelijks enige verbazing wekte. Ja. Mag ik uw groene kaart even zien? Zet u? Groene kaart niet bij u. We moeten afdoen. Groene kaart niet bij u. Niet bij u. U bent op weg naar? Naar huis. Naar huis. U weet dat dit buitenlands gebied is geworden? Sinds vanmorgen heeft u de krant gelezen?
Ik heb niks gelezen. U heeft niets gelezen? Oh, u heeft geen paspoort ook bij u? Jawel. Paspoort, ja, die groene kaart, daar gaat het alsof. Dat is belangrijk, ja. Wat, anders kan ik, anders kan die auto niet. Kijk, we hebben daar een registratieapparaat staan, ziet u dat hier? Ja. Dat is het probleem, u moet er overheen. U heeft toch wel een groene kaart? Bij deze weg niet, die andere weg heeft wel een ketting bij. Maar... Oh. Meneer heeft wel een groene kaart, maar niet bij zich. Dan kunnen we meneer wel misschien wel nou, helpen. We kunnen u van dienst zijn, maar dat vereist wel dat u mond dicht houdt, dat ze het niet in Den Haag vernemen. Want anders krijgen wij een uitbrander van de chef natuurlijk. We kunnen u wel helpen. Maar dan zou het dus even... Wagen maar, zou jij meneer dan langs de telmachine kunnen helpen? Ja, dat is het enige manier dat ik dat kan dus er overheen dragen. Ja, ja, ja. Dat is het enige. Ja, die meneer staat namelijk ook op te wachten, is van de andere kant gekomen. Draag jij meneer dan maar over de grens. Maar ja. Dan eisen we wel van u dat u daar niet over spreekt verder hoor. Nou, het moeilijk is, dan kan ik wel terugrijden. Nee, het is ja, ook, daar, overal is daar ook. Zijn met de maar de chef staat dus verderop. De chef staat dus verderop, daar is het helemaal moeilijk. De grenspost passeren, want anders kunnen we u er niet. En u krijgt er ontzettend last mee om het feit dat u vergeten heeft. Ik zal even die paraplu halen. Help jij meneer even maar. Ja. Zeg, dat is namelijk een telapparaat. Hè? Ja. Als we u daar dus overheen helpen, dan is het dus verder geen last. Ja, begrijpt u? Ja. Zal ik u er even overheen... Zal ik u er even overheen dragen dan? Ja, die komt erna. Dat wordt nou niet geregistreerd. Dat wordt niet geregistreerd, dan gaat het over u, weet u. Het gaat over u. Dus dan draag ik u er even overheen. Ja, dan zal ik de wacht even. Nee, dat kan geen kwaad. Gaat u maar op mijn rug zitten, inderdaad. Ja. Nee, ja. Ja, even de benen iets hoger. Iets hoger, ja. Sorry. Ja, komt u maar. Oh, ogenblik graag. Ja? Wacht. Nee, we moeten hier langs. Heb jij die constructie... Ja? Heb jij dat nog in orde gemaakt? Heb jij dat doorgegeven aan de post B4? B4? Oh, de constructie van dat langbouwweggetje. Dat heb je in orde gemaakt? Dat heb ik in orde gemaakt, ja. Dus, inspecteur Jansen, nee, wacht even. Sorry, wacht even er doorheen. Wacht even. Ja. Voor de telpost. Zo. Ja. Zo? Iets verder. Iets verder? Zo. En nu zullen we de auto. Nu de auto eroverheen halen, hè? Ja. Doe ik dat maar? Of wil jij? Nou, help jij. Goed zo. Komt u maar even. Ja, komt u maar. Komt u even. Even lopen, dat hij langs de teller. Dan help ik u over de teller heen. Oh, want anders heeft u geregistreerd. Zet u? En die auto komt daarna. Want dan bent u eroverheen, weet u. Dus even wachten. Ja, wacht, één moment. Gaat u even op mijn rug zitten, maar. En dat de benen heel erg. Dat u niet. Zo ja. Ja. De grens openmaken. Ja. Het is maar. En de benen. Even goed naar voren. Goed. De tenen goed omhoog. Iets hoger. Ja? Ja, wacht maar. Die rechte teen nog. Die rechte teen, ja. Ja, ja. Ja, wacht maar. Kom maar. Zo. Zeg, wat het verder betreft, u bent hier bakker hier in de omgeving. Ja. Oh. Zeg, weet jij nog dat... En u moet een taart bezorgen nu. Ja. Oeh, juist. Zeg, heb jij nog die bestelling doorgegeven voor die verjaardag van Jansen? Nou, u toevallig wakker bent, ja. 10 minuten binnen. 21 moorkoppen. Dat je die gebakjes verstaat. En 12 tompoezen. Nee, omdat u net wakker bent, dat schiet me. 21 moorkoppen en 12 tompoezen. Dat heb je doorgegeven? Ja. En, heb je dat ook en 16 amandelbroodjes. En dat is dus voor Den Haag? Dat is door. Ja. En, nee, dat mooi uit. Dus maar heb jij nog tegen Hans gezegd dat ze meegaat dan? Ja, dat is gewoon weer nodig gemaakt. Oh ja. Want, Nee, natuurlijk, want dat was juist het probleem. Ja, natuurlijk. Ja. Goed. Prima. We kunnen meneer wel helpen. Ja, maar als Den Haag, ja, gaat daar maar als al via. Als u niet zegt, dan kan ik u overhelpen. Oh, als het ja. Onder ons werd. Maar dan moet ik u overheen dragen, want ik word geregistreerd, maar u dan niet. U? Maar dan moet u niet over praten in Den Haag, want dan hoeft u niet helemaal terug te rijden. Komt u ja? Als u, dan gaat u er zo even heen. Oh, ja? Zo. Ja. Ja, ja, ja. Draagt u maar even, meneer. Even, ja, meneer. Ja. Meneer Stamppot, kom maar. Ja. Zo, ja. Even wachten, benen de hoogte in, meneer. Ja. Even de benen de hoogte in, benen hoger. Ja, prima. Even wachten. Zeg, moet je luisteren. Ja, heb jij gehoord van meneer Jansen? Ja, die is met vakantie geweest. Meneer Jansen is met vakantie geweest. En heb je dus gezegd tegen mij dat hij dat van gisteren, dat hij dat niet kon geven, dat pakje. Dat gaat niet door? Nee, dat gaat niet door. Oh. Want zijn moeder, die heeft het pakje nodig. Oh. En hoe is het met zijn vrouw? Goed, verder? Ja. Oh, gaat wel, ja. Ja, prima, ja. Oh. Maar zijn kleine broertje, die is overgegaan. Toch? Ja.
Maar u mag er niet over praten. U mag er niet over praten, daar even. Met Den Haag, geen woord, met Den Haag. Met Den Haag, doodse stilte in Den Haag. Hè? Dus niet meteen naar Den Haag bellen en zeggen, de heren hebben ons geholpen. Ja. Dan zal Bakema u even helpen. Dan zal hij u over de grens tillen. Kan u dan even uit de tractor op ja, en... Ja, tje, houdt u die meneer meteen? Met een drukker in de buurt. Ja, ja, ja. Bakema meteen op de rug. Ja, ja. Meteen op de rug, ja? Bakema terug. Nee, ja, ja. Gaan we zitten. Ja, ja. Zo, ja. Wacht even, ho, wacht. Ja. Zo. Ja. Zeg maar eens even luisteren. Ik heb die papieren hier. Ja. Daar heb ik de chef gesproken. Ja. Maar er is nog het een en ander. Zeg, zet meneer even neer. Nou, waarom? Oh, ja. Dus ja. Dat is dan verder in orde. Die post ben maar, is in orde, hè? Geef die andere posten gezien. Meneer Dwars. In een slagerswinkel, dames en heren, hebben wij op de toonbank een vissenkom met goudvissen geplaatst. Wanneer er een klant binnenkomt, verlaat onze medewerker, vermomd als winkelbediende, even de winkel en laat de klant alleen achter. Op dat moment verschijnt er een tweede medewerker van Poets met extra veel aandacht voor de goudvissen in de kom. Plotseling haalt hij zijn hand door die kom heen, pakt er een goudvis uit en eet die ter plaatse in de winkel op en verlaat dan razendsnel de zak. Wat die argeloze klanten dan niet weten, is dat onze medewerker in het geheel geen goudvisje eet, maar dat hij in zijn hand een stukje wortel had ter grootte van een goudvis. Het lijkt dus alsof hij een goudvis eet. In werkelijkheid eet hij een stukje wortel. Let u eens op de reacties van de verbaasde klanten in de winkel. Hé, hey, zit de visje nou beneden? Ja, leuk hè. Houden die het uit met de kou of niet? Leuk. U mag wel oppassen met uw goudvissen. Pardon? Er komt net een kerel binnen, die doet zijn hand erin, die pakt er een stop erin in zijn mond. Ah. Ja, eerlijk. Wie was dat? Die staat hier net naast me. Ah, dat kan niet. Nee, eerlijk waar? Is nee, echt niet. Kijk, zie jij zo in? Nou, er is er wel een weg. Ja, hij pakt er een uit en stopt hem in zijn mond, eerlijk waar. Dan zeg ik het nog niet. Er is er wel een weg, ja. Ja. Zaten er zes in? Er ja. Er nog 1, 2, 3, 4, 5. Echt hoor. Hij staat hier net naast me. Hij stond naast u? Hij stond hier naast me. En wat deed hij? Hij doet zijn hand in. Jij denkt wat... En ik zie dat iedereen haar in zijn mond stopt. Ja. Oh, eerlijk hoor. Ik ben net vol de paard. Nou nee, dat was niet bepaald aan te zien. Maar welke handeling verrichtte hij dan? Hoe deed hij het? Nou, hij doet zo zijn hand erin. Met zijn hele hand erin? Hele hand erin, ja. En hij at hem op? Hij at hem op. Dat komt van Willem Duis. Wordt u wel geholpen? Ja. Nou, anders komt hij. Oh. Huh? Die is niet goed bij zijn hand. Wat doet die vent nou? Zegt u? Die legt 40 cent neer en die gaat met zijn hand in die bak. Wat doet hij? Hij gaat met zijn hand in de bak.
Had hij een vuile hand? Ja. Wat doet die kerel nou? Wat deed hij? Die legt die 40 cent in, die haalt er een visie uit van wat of zo, kan net. Die 40 cent is niet van u? Nee, van die man. En wat deed hij? Hij ging met die hand in die bak. Dat is wel één vis weg, waar is zie je wel, met die visie eruit gepikt. En wat heeft hij mee gedaan? In zijn zak? In zijn mond. Ja, ik geloof, het is dat er één weg is. Maar Henkie wilde wel eens uitspringen, maar ik zie hem ook niet. Het, hij stopt het zo in zijn mond. Ik zie het toch? En hij haalt zo de deur uit. Ah ja, die heeft een klap in de malle wallen. Die heeft natuurlijk van het druk, zo'n drukgebruik of hasjes, weet ik veel hoe heet. Drukgebruik, ja, neem wel toe. Maar ik zie u niet meer. Ziet u niet meer? Hij is weg. En nou weer? Oh, ja, daar gaat hij, daar is hij. Wie? Halt! Hebben jullie nou niet een visje eruit gehaald? Ja. Visje, hoor. Ja, maar ja, is te weinig. Het kostte 75 cent. Oh, sorry. Ja, maar ik stond te wachten, want ik kwam niet... Ja, die kostte ons 75 cent, die visjes. 75 cent? Dat is nog knap duur. Dat is de BTW bij. Ja, ik heb dat gekregen. Laat maar zitten. Dank u wel. Wil u er nog een? Was het lekker, hè? Smaakt het? Is het lekker? Hé, hey, gebruikt u wel eens drugs? Nee, mevrouw zegt zeker. Ik heb allemaal poets gezien. Ja, ik heb wel eens gezien. Ja, dat is de kamer. Oh, dan kippel ik er zelf in, wat erg. Ja, en dan zeg je altijd als je de voorzitter van nou ja, dat die mensen zo stom zijn.